Afgelopen zondag was ik te gast in Grand Hotel Huis ter Duin bij een heel mooi concert van de stichting Clamuse. Ik had al veel over de naam gehoord en ik dacht, ik ga er eens een kijkje nemen. En het verbaasde me hoeveel mensen daar naartoe kwamen. En daar ga ik over praten en over de concerten die er nog aankomen met Ruud Vink, secretaris van de stichting, want dat is het, zonder winstoogmerk. Klopt ook, ja. Om daar eens even wat meer over te weten te komen. Ja. Clamuse, volgens mij bestaat de stichting al enige jaren. Klopt. Wij hebben vorig jaar ons jubileum gevierd, 25 jaar. En hetgeen wat nu Clamuse is, daar hebben we dus te danken aan heel veel inzet van vrijwilligers. Ja. En die hebben 25 jaar uitstekend goed te kaart getrokken. En daar moeten wij natuurlijk nu alle zorg aan besteden om dat voort te zetten. Nieuw bestuur, ja, zowel voorzitter, penningmeester als secretaris. Ik was nog wel secretaris in het laatste 2 jaar van het oude bestuur. Wij organiseren vanaf dit jaar 5 concerten, waarvan 4 klassiek en 1 jazzconcert. En daar eindigen we dit jaar ook mee. We proberen in ieder geval op een zondagmiddag vanaf 3 uur in het Grand Hotel Huis te Duin, te Noordwijk, op een goed niveau iets neer te zetten. Dat is natuurlijk ook best wel lastig, want het is natuurlijk in december maand bijvoorbeeld zijn er natuurlijk heel erg veel concerten en ook muzici die verbonden zijn aan allerlei verplichtingen. Maar het lukt ons iedere keer toch, naar ons idee, een goed en gevarieerd programma te maken. En zeker de ambiance van Huis ter Duin met uitzicht van het Keizerszaal. Daar worden de klassieke muzieken in. Uiteindelijk heel mooi uitzicht op de zee. En vanwege het enorme aanbod van gasten wordt het jazzconcert al jaar en dag in die piquets aangegeven. En dat is aan de landzijde. En we mogen ons verheugen. Niet ieder concert, maar veel afgelopen concerten. Afgelopen zondag, volle bak. Klopt. Ja, inderdaad. Zeggen, ja, zeker. Het verbaasde me. Ja. Hè? Ja. Maar we hebben ook een heel erg trouw publiek. Ja. En natuurlijk daarbij ook heel erg veel vrienden van Clamuse. Die hebben zich dan toch de moeite genomen om nog een extra donatie te geven. Zodat wij daarop kunnen wat meer mee kunnen doen. Ja. En we hebben natuurlijk alles te danken aan de sponsors die ons inderdaad promoten. Heb je die echt nodig tegenwoordig, sponsoren? Jawel. Want muzici, we weten allemaal, onderbetaald. Het was zelfs in de media, in de kranten dit jaar, afgelopen jaar. En eigenlijk is dat te gek, want het is heel hard werken, muzikant. Klopt, inderdaad, zeker. En het is natuurlijk ook zo dat er is een kentering, dat zullen vele mensen zich ook wel realiseren en uiteindelijk in dit geval ook wel merken uit in pers en ook, het hoeft niet landelijk te zijn, maar ook plaatselijk, dat natuurlijk verenigingen, stichtingen, wat voor plumage ook, heel erg veel moeite hebben om zich financieel uiteindelijk te volharden. En daarom is het natuurlijk een vast publiek, en zeker vrienden van Clamuse, is eigenlijk een must om dit te blijven continueren. Het is natuurlijk wel zo dat dat trouwe publiek, dat heeft ook een bepaalde leeftijd. En we moeten proberen. Ja, dat zag ik wel inderdaad, ja, Ruud. Maar allemaal aardige mensen, mevrouw. Dus, hele aardige mensen. Ja, maar we moeten het van onderaan. Het moet een beetje verjongen. Daar ga ik ook straks met Christian natuurlijk over praten. Dat mensen wel blijven komen, de deur uitgaan. Klopt, ja. Het viel mij ook op dat er niet zoveel. En ik ken veel mensen in Noordwijk. Niet zoveel Noordwijkers. Nee, dat het weet komt u, dat van heinde en verre. Klopt, inderdaad. Wij bedienen behalve het publiek wat klassieke muziek waardeert en jazz. Maar niet alleen uit onze woonplaats, Noordwijk. Maar uiteindelijk verder buiten. Dat is Rotterdam, Amsterdam, Haarlem. Verder in het rondom het Gooigebied. En maar ook zelfs mensen die gewoon vanuit Arnhem komen en uit Monnikendam. En blijf een nachtje over. Nou, veel dat is natuurlijk ook nu met de samenwerking van Huis ter Duin. Dat uiteindelijk de directie van het Grand Hotel Huis ter Duin dat ook enthousiasmeert. Er zijn ook heel veel mensen die gebruik maken van echt een dagje op zondag uit. Of voorafgaande aan het concert een lunch gebruiken. En daar zijn speciale Clamuse arrangementen voor. En dit jaar, of dit seizoen moet ik zeggen, is het voor de eerste keer dat wij het advies kregen van de directeur van het Grand Hotel Huis ter Duin, de heer Stokkerman, om te zeggen, ieder jaar hebben wij het Wienerbal. Ja. En we hebben een heel mooi orkest. En die blijft altijd een nachtje slapen.
Waarom zouden jullie daar niet op inspelen om die mensen in ieder geval ook te laten presenteren bij jullie Klaarmuurse Stichting? Goed idee. En dat is heel goed ontvangen, ja. Het idee in ieder geval. En nu natuurlijk nog de uitvoering. Dus we hopen dat heel veel mensen zich inschrijven voor dat concert, zodat we even een meet hebben of dat aanslaat. Want heel veel mensen vinden dat een hele mooie traditie, dat Wienerbal. En dat is altijd een beetje ver van een bedshow, want het is altijd uiteindelijk in het geval die iedereen kan daarheen gaan. Maar dan hebben wij de mogelijkheid samen met Huis der Duin om dat toch mogelijk te maken voor mensen die in deze regio wonen. Om die muziek, die mooie. Ja, zeker. En heel de ambiance, want daar wordt flink uitgepakt. Dus wij gaan dat beleven, ook voor de eerste keer. Ja. Er waren dus afgelopen zondag ongeveer 400 mensen. Klopt, ja. Bij Henk Meutgeert en de jazz 600. Ja, vaak. Klopt, ja. We gaan naar de grote zaal. Ja. 400 mensen komen dan naar Huis de Duin en gaan voor Camille Boomsma en Club Klassiek. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Die meneer blijkt ziek te zijn. En dan toveren jullie gewoon Martin Oei uit de Hoge Hoed. Nou ja, als dat het zo gewoon overgekomen is, hebben we het goed gedaan. Maar uiteindelijk was het niet. Ja, het is was een hele. Wij hoorden dat. We namen dat van het impresario, dat mevrouw Mary Kaptein. En dan sta je toch even. Wat moet je dan? Zeker op zo'n korte termijn iets. En dat is natuurlijk. Dat hebben we heel erg hoog in het vaandel staan. Wij proberen toch uiteindelijk inderdaad het niveau, want daar komen deze mensen voor. Want die zijn eigenlijk altijd gewend om naar het concertgebouw te gaan. Ja. En die zeggen van ja, dat is ons vaak vanwege leeftijd en de ouderdom toch een beetje te ver. Dus daarom is een heel goed alternatief. En dan moet je natuurlijk van goede huizen komen. En dat is deze mevrouw Mary Kaptein. Ja. Die heeft uiteindelijk gezorgd dat Martin Oei, die heeft jarenlang ook samengewerkt met, samengespeeld met Daniel Weinberg, die helaas overleden is. Heeft ook gespeeld bij zijn ze hebben haar samen ook als duo uitgenodigd voor de muzikale omlijsting van de opening van het Rijksmuseum. Deze jongen heeft inderdaad vanaf vrijdagmiddag heel erg goed moeten oefenen. Ik heb een gesprek met hem gehad en die zei van, jij dacht natuurlijk op zondagmiddag je benen op tafel en heerlijk een spelletje gaan doen. Maar dat was dus niet het geval. Ja. Hij werd erg gepromoot door zijn ouders. Omdat op zo'n korte termijn komen natuurlijk ook de nerves naar boven. En dan moet je toch je presenteren. Wat heel aardig was dat deze Martin Oei ook een goede performance had om uit te leggen wat hij ging spelen. En ook zei, ik probeer Liebestraumen van Spalis. Maar ik denk dat, ik weet niet of ik in ieder geval Camille even naar. Maar uiteindelijk was het applaus zodanig dat hij wel bevestigd werd. Ja, dat is prachtig. Ja. En daarna hadden we dus inderdaad de Club Classic. Ja. Dat zijn vijf mensen. Het quintet heeft ook samen gespeeld met hem. En dat is natuurlijk ook altijd moeilijk. Want kijk, als solist, dan kan je je eigen de gang eraan geven, maar met vijf mensen die je niet goed kent of nauwelijks kent, is dat natuurlijk heel erg veel. Ja, en wat natuurlijk nu even, omdat het zo op stille sprong was, een aantal mensen van die deel uitmaken voor dat Club Classic, die hadden daarvoor, en dat was best wel even stressen, nog een optreden bij Witteman. Dus die zijn met veel spoed gegaan. En daar halen wij dus ook heel veel gasten uit die uiteindelijk podium hebben gekregen van in ieder geval Witteman. En dat blijkt heel goed aan te slaan. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, dat we natuurlijk de jonge muzici stimuleren en ook uiteindelijk, wat je wel van voor hem, ook podium geven. Ja. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. En misschien is dat dan, en dat is misschien ook de inzet van jou, om jonge mensen naar het theater te en krijgen. En ook naar? Klassieke muziek aan zee. Klassieke muziek. Ja. Klamuze, klassieke muziek. Aan zee. Aan zee. Wanneer is het volgende concert? Ik zit even te kijken. Dat is dus 2 februari. Ja, dat is het Wienerbal. Na het Weense Bal. En daarna hebben we een 8 maart. Ja? Dat is, zijn de zusjes Pedano. Dat zijn twee hele jonge, mooie dames. Oh. Zusjes. En de een zingt, de ander speelt piano. En die hebben nu een ode, in een Franse ode aan onder andere Jacques Brel en als daarvoor. Oh. Nou, nee. En omdat deze dames. Ze. Ja. Hier staan ze. Zijn nog zo'n prachtige foto van de twee hele jonge zusjes. En na de pauze hebben we het duo Stroika. En die hebben
afgelopen jaar in Diligentia de prijs gewonnen van de Franse chansons die ieder jaar georganiseerd wordt door de Franse ambassade. En die hebben we ook gearrangeerd. Ook eigenlijk om dus te kijken om niet twee keer drie kwartier dezelfde muzici te doen, maar om een mixer te krijgen, omdat mensen zeggen, ja, ik vind dat wel mooi, maar om twee keer drie kwartier daarna te luisteren, dus we proberen daarmee te doen. En dan is het, de uitsmijter is Peter Henk Meutgeert. 19 april. 19 april. En dat is, Henk Meutgeert is eigenlijk gewoon, vastgegeven. Ja. Maar we hadden nu toch gedacht, omdat hij samen nu inderdaad optreedt met Peter Beets. Komt met het nieuwe jazzorkester mee? Het ja, 18 mensen. Dus in ieder geval, we moeten een groot podium bestellen. En dat gaan we uitproberen of dat aanslaat. In ieder geval, dus het, ja, we proberen natuurlijk uiteindelijk... de fundamenten van Klamuse te behouden. Maar we proberen wel, ik vind het eigenlijk niet altijd zo'n leuke opmerking, maar nieuwe bezem vegen schoon. En wij gaan toch proberen, omdat we natuurlijk toch proberen om jong elan. En daarom zijn de entreeprijzen voor jonge mensen tot 26 jaar zijn wat billiger, zodat we die mensen toch over kunnen halen. En wellicht. Kijk, je kan wel zeggen, het is veel geld wat je moet betalen, maar ga maar eens naar het concertgebouw. Klopt. En je parkeerkosten en je drankje erbij en alles erbij. Dan zit je ver boven jullie Weet u, het is natuurlijk zo dat we hebben dit jaar dus eigenlijk mede met de inzet van... maar we hebben natuurlijk, al voor het publiek van Klamuse, hebben we de prijs van 2011 niet verhoogd. Ja. En dat is natuurlijk op een gegeven moment... Maar goed, nu uiteindelijk met een nieuw vijfde concert... en dat verplicht ons natuurlijk ook om dat niveau te houden, want daar komen de mensen voor. En dan is het aan ons, nieuw bestuur, om wat nieuw elan in te brengen, het zij in de artiesten. De adviseurs, want hoe vinden jullie deze mensen tot slot? Want als jij gaat, dan ga je. Dat nou ja, wij denken natuurlijk daar wel verstand van te hebben, omdat we van muziek houden. Maar we worden wel in ieder geval artistiek begeleid door mevrouw Noortje Olof. Zij is de weduwe van Theo Olof. En natuurlijk ons impresariaat, dat is mevrouw Miri Kaptein. En die zijn we natuurlijk nu heel erg dankbaar dat ze op zo'n korte termijn op hetzelfde niveau Martin Oei heeft gekregen. Er zat iemand in ieder geval. Ja, inderdaad. En daarnaast hebben wij wel in ieder geval als nieuw bestuur erg lol in om naar voorstellingen te gaan. Zeggen, nou zou dat wat zijn. Het zijn voor dit jaar, het zijn voor het andere jaar. En dan proberen we daar dus eigenlijk gewoon een verslag van te maken. En dan komt onze vertrouwde mevrouw Noortje Olof en die zegt, nou zeg maar niks. Moet je niet doen. En dan, dus dan worden we vaak op de vingers gestikt. Maar we komen er heel goed uit. Dus maar je moet er heel vroeg bij zijn. En wat natuurlijk wel het probleem is. Nou, het probleem is wel. Wij hebben natuurlijk ook te maken met een budget. En als nieuwe muzici, jonge muzici, podium hebben geroken. Dan zie je de prijzen omhoog gaan. En dat is eigenlijk zo van dat dan zeker onze adviseurs. Die zeggen altijd van je moet er vroeg bij zijn. Want hierna. Is er niet meer te betalen. Dat is met schilderijen ook. Hè? Ja, dat is ook zo. Klopt. Ruud, kom je nog een keer terug? Want jij hebt wat meer tijd nodig dan ik eigenlijk jou kan bieden. Heel graag. Ik hou heel graag. Ergens in maart of zo, over die Meutgeert hebben en terug te kijken op de concerten die er geweest zijn. Ik wil alleen maar, als ik nog even een uitsmijter mag geven, willen mensen nog een kerstcadeautje geven? En ze denken iets anders. Je hebt een cadeaubonnen. Nou nee hoor, maar gewoon op onze site kijken, www.klamuse.nl. Misschien een leuk kaarsje als entree geven, zodat mensen een hele gezellige zondagmiddag hebben. En dat is het zeker. Dat is een, dat is een heel mooi, ik zou wel zo'n cadeau willen hebben. Wie weet. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Secretaris van Klamuse.